Ik ben Mohamed Iret, 28 jaar, jongerenwerker in de wijk Dukenburg. Ik ben jongerenwerker geworden omdat ik zelf ben opgegroeid in een soort van probleemwijk, haat het. Ik merkte zelf dat ik veel aan het jongerenwerk had. Ze hielpen mij bij het vinden van een baan of inschrijven bij een sportvereniging. Ik wilde jongeren ook helpen zoals ik toen was geholpen. Wij jongerenwerkers hebben contact met het sociale wijkteam, wijkagenten, andere partners in de wijk. En wij zijn een soort van vertrouwenspersoon voor de jongeren. En je kunt ook wel zeggen dat wij jongerenwerkers een soort van tussenpersoon zijn tussen het partners in de wijk en de jongeren. Jongerenwerken heeft veel voor mij betekend. Die heeft mij bijvoorbeeld geholpen bij het vinden van een voetbalclub. Jongerenwerken helpt mij ook met school. Vooral vroeger had ik een beetje problemen met leren. En ook verschillende vakken waarmee ik moeite had, hebben ze voor mij gesteund en uitgelegd wat ik verkeerd deed en wat ik goed deed. En je kijkt, nu met een positief gevoel terug naar wat de jongerenwerken in die tijd voor jou heeft betekend. Wat heeft de wijk voor jou betekend eigenlijk in dat opzicht? De wijk heeft veel voor mij betekend. Bijvoorbeeld, we hadden veel verschillende dingen, bijvoorbeeld het voetbalveldje, Dukenburg, jongerencentrum, waar ik veel ben geweest. Dus daar heb ik ook veel gehangen. Daar ben ik wel blij mee. Dat bijvoorbeeld die jongerencentrum, dat ik daar binnen zat in plaats van op straat hangen en verkeerde dingen deed. Als ik hoor je zeggen op straat hangen, wat heeft de jongerenwerk in dat opzicht voor jou betekend dan? De jongerenwerk heeft mij een beetje ook van de straat gehaald. Dus ze hebben bijvoorbeeld dingen georganiseerd zoals toernooitjes, waar ik bijvoorbeeld gelijk daar naartoe ging. Gewoon met zulke kleine dingen dat wel veel betekent. Het heeft je gevormd tot de dag die je, de jongen die je vandaag bent? Ja, klopt. Okay. Wat doen jullie straatcoaches voor de jongeren? Wel, wij ondersteunen hen. We bieden hen hulp. We geven hen de draagkracht om morgen in de toekomst iets te doen met hun leven. Straatcoaches zijn tot leven geroepen om jongeren te helpen. Want jongeren spelen op straat, ze hebben geen hulp. Ze zijn aan het zoeken. En wat zijn we? We zijn een grote broers voor hen. En die grote broers betekenen hun te helpen, de steuntje in de rug. Naar instanties toe, samen met jongerenwerkers, samen met uitzendbureau, samen met werkgever, samen met UWV. Dat proberen we hun de draagkracht te geven, zodat ze morgen iets kunnen bereiken in de toekomst. Wat we merken, we doen de verbinding maken, want hun gedrag en houding op straat, iedereen heeft genoeg van hun. Wat doen we? Door verminderen van sportactiviteiten en de verminderen van fitness. En voetbal, en weerbaarheidstraining, en ander nog sport, proberen we hun te activeren voor klaar te maken voor hun toekomst. Dat gaat erom, hun toekomst. En dat is het doel van straatcoaches. Straatcoaches en jongerenwerkers zijn hulpmiddelen die we kunnen aan de jongeren bieden. En dat is het.